Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer. En deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Coinmeurs.io. Dat is een Nederlandse broker waar jij je Bitcoin kan kopen of kan verkopen. Coinmeurs dus. Dus ja, en in deze tijden dat een beetje de hype en zo begint toch weer een beetje heel voorzichtig te komen. Weet ik niet hoor. Ja, woorden als hype is misschien een beetje overdreven, maar we zien inderdaad dat er een beetje aantrekkende koersen zijn. Maar goed, dat laten we gelijk maar met het eerste nieuwsbericht starten. Het ministerie van Financiën is dus een landelijke campagne gestart, hè? Slim in crypto. Daarmee proberen ze dus natuurlijk jongeren te waarschuwen over de risico's van cryptovaluta. Ja. Hoe heb jij dat gelezen, Robin, die campagne? Ministerie van Financiën. Allereerst heb je natuurlijk zoiets als crypto en bitcoin. Daar maken ze niet echt onderscheid tussen. Het is gewoon een campagne vanuit de overheid om, vooral jongeren is in ieder geval de focus, te vertellen dat er niet alleen maar rijkdom te halen valt in dit wereldje. En dat klopt natuurlijk wel. Nee. Het is niet zo dat als jij eventjes €100 in een of andere crapcoin stopt, dat je dan over 2 jaar met een Lambo naar school kan. Zeker niet. Nee, vooral eigenlijk is Bitcoin de enige, misschien Ether, maar het is eigenlijk de enige echt liquide munt, zou je kunnen zeggen. Ja, dan ga je gelijk een beetje de argumentenkant op. Ik vind het vooral interessant dat ze hier nu mee gestart zijn. En het is ook wel logisch, want ik kan me voorstellen, zeker in deze tijd dat het financieel wereldwijd even wat lastiger zit, dat er ook veel meer schrijnende gevallen zijn dan eerder. Want ja, als je risico neemt in de Bitcoin-markt of crypto-markt met geld wat je eventueel nodig hebt voor je energierekening deze winter, ja, dan kan het wel eens goed mislopen. En dan komen ze dus met verschillende zaken van tips en tricks, verschillende informatie over crypto. Ja, maar ik heb daar niet zoveel mee. Doe mij maar gewoon alleen Bitcoin-informatie. Maar het is wel relevant voor deze campagne, want het gaat dus ook wel met name over al die loze beloftes die gedaan worden her en der over een of ander project die de wereld wel zou gaan veranderen. En als je daarmee bestookt wordt op TikTok en op YouTube en op Twitter of op bitcoinmagazine.nl, dan kan het zijn dat je overstag gaat of iets gaat doen terwijl dat eigenlijk niet echt verstandig is. Ja, precies. Nou ja, er zijn natuurlijk hele simpele regels. Hè? Dus beleg alleen met geld wat je echt kan missen. Ja, dat is een hele simpele regel. Volgens mij. En ja, maar inderdaad, je zegt het ook, hè, zo'n energierekening kan in 1 keer 4 tot 6 of misschien wel 8 keer hoger uitvallen dan je eerdere maandbedrag. Dus ja, eigenlijk moeten mensen daar ook al een potje voor reserveren. Ja. Dus ja, het wordt wel allemaal een stukje lastiger natuurlijk wat men überhaupt kan investeren. Er is niks mis mee om goed na te denken over je financiën, toch? En als zo'n campagne daarbij helpt, is dat wel mooi meegenomen. Tegelijkertijd zag ik bijvoorbeeld ook dat ze zeggen dat de waarde van cryptomunten wordt niet gedekt door een onderliggende waarde. En de koers kan behoorlijk fluctueren. Nou, dat klopt ook. Maar Bitcoin, dan ga je dus die discussie. Wat wordt dan wel gedekt? Welk geldsoort wordt dan wel gedekt door iets? En volgens hun worden stablecoins wel gedekt door iets, namelijk door de dollar. Maar dat is ook niet echt hoe het werkt. En dan zie je wel van die zaken dat ik zoiets heb van. Volgens mij kun je best wel het verschil uitleggen tussen een stablecoin en Bitcoin. De euro is namelijk ook niet gedekt. Of de dollar. Nou ja, het gedekt in die zin dat we hebben natuurlijk gewoon het systeem, het fiat stelsel natuurlijk, fiat geldstelsel. Dus je kunt zeggen, nou ja, het is gedekt door de machthebbers, die hebben vertrouwen in dat stelsel. Maar ja, het is inderdaad niet meer gedekt door goud of door een andere grondstof. Nou, het gaat bijna meer om dat als je stelt dat Bitcoin niet gedekt is door iets, terwijl er voor miljarden aan hardware draait om het netwerk veilig te houden en met name om gewoon geld te verdienen met mijnen, bijvoorbeeld. Naast alle andere netwerkeffecten die het heeft. Dan kun je kunt niet zeggen dat dat niet gedekt is en dan tegelijkertijd zeggen dat een stablecoin wel gedekt is, in mijn optiek. Ik wilde dat eigenlijk gewoon even benoemen als van niet alles wat die campagne inhoudt ben ik het mee eens, maar gewoon het grotere gedeelte van joh, wees wijs met hoe je met je zuurverdiende eurotjes omgaat. Dat kan geen kwaad, lijkt me.
Nee, precies. Je kunt je, en, je, en je kunt de vraag stellen, hoe zijn dan al, die miningbedrijven gedekt? Want die functioneren natuurlijk gewoon in het bestaande stelsel. Ja, maar tegenwoordig Hè, gewoon want... met cheap credit, net als elk ander bedrijf. Ja, daarom. Ja. Dus in zekere zin, over wat voor dekking heb je het dan inderdaad? Dus dat is een lastig iets. En bovendien zien we dat Bitcoin natuurlijk steeds meer een onderdeel wordt van de traditionele financiële markten. Dus ja, je krijgt steeds meer kruisverbanden ook, hè, tussen Bitcoin en de bestaande wereld. Dus in die zin. Ja, we kunnen ook nog Maar goed. eventjes de zeven. Ze hadden zeven tips gegeven. Trouwens, op Oh ja. bitcoinfocus.nl was Marnix erin gedoken in deze campagne. Is het lezen waard, bitcoinfocus.nl? Bijvoorbeeld lees en leer. Kijk verder dan social media. Ja, dat spreekt natuurlijk voor zich. Als jij een net tweetje voorbij ziet komen van iemand die veel volgers heeft met munt huppel de pup gaat naar de moon. Ja, dat hoef je natuurlijk niet te geloven. En weet wat je koopt. Er zijn veel oplichters. Zelfs als je Bitcoin wil kopen, moet je gewoon goed opletten waar je dat doet. Het kan ook als je gewoon bij een, bijvoorbeeld bij Coinmerge.io koopt, nou, dan kan je ervan uitgaan dat je Bitcoin terechtkomt waar het hoort. Maar op heel veel andere plekken op het internet moet je toch goed opletten. Dus weet wat je koopt, is wel een belangrijke. Investeer alleen geld dat je over hebt. Is iets te mooi om waar te zijn? Nou, soms lijkt Bitcoin dat ook. Dus misschien moeten wij ook nog eens goed nadenken. Dan heb je nummertje 5. Finfluencers hebben het vaak fout. Net als wij zijn ook maar gewoon hobbyisten met toevallig met een podcast. Ja, wij gaan ook geen financieel advies geven. Nee, Absoluut niet. volg ons vooral gewoon Niet? om het slappe gelul te horen, maar niet per se om je investeringen op te baseren. En had je nog 6 en 7, pump en dump gaat vaak mis. Heel vroeger in het begin, toen ik met crypto begon, was heel vroeger, 2016, 2017, kwam ik in allerlei van die Telegram-groepen terecht waar ze dan van die coins aan het pumpen waren. Nou, de enigen die daaraan verdienen zijn degenen die dat echt goed in de vingers hebben. En als je daar zelf aan meedoet, dan verlies je waarschijnlijk nog je geld ook. Dus ga daar niet in mee. En nummer 7 is een beetje een standaard tip voor alles op het internet. Beveilig je accounts. Let op waar je je geld stalt en zorg dat als je dat bijvoorbeeld bij een beurs doet, dat je account goed genoeg beveiligd is. Ja, een simpele maatregel is natuurlijk gewoon die de 2FA, hè, de two-factor authentication. Ja, er zitten ook wel Die eens moet je lekken gewoon in, hoor. aan. Ja, oké, maar dat is in ieder geval wel een basismaatregel, toch? Ja, klopt. Want in het begin weet ik ook nog wel dat er was een, weet ik veel, dan moest je HTML coin kopen bij een of andere Blue Trade Exchange of zo. En dan was het ook alleen maar e-mailadres en wachtwoord. Ja, Ja. heel veel van die beurzen hadden ook allemaal nog geen 2FA. Inmiddels is dat wel allemaal. Nou ja, er was een betere tijd. Dan kon je gewoon zonder identificatie je Bitcoin kopen. Ja, klopt inderdaad. Vervlogen tijd, maar En zeg maar, ja, ga maar. nou ja, het werd toen ook wel heel aantrekkelijk gemaakt, hè? Want dan zat je inderdaad in zo'n groepje. En dan als groepje kreeg je dan ook weer een soort van groepskorting. Dus dan kon je bepaalde munten kreeg je dan ook weer tegen korting. En ja, ik kan wel zeggen, heel veel, eigenlijk al die munten uit dat kortingsgroepje, dat heeft eigenlijk geen reet opgeleverd. Dus Nee. daar ben ik alleen maar geld aan verloren. Dus eigenlijk, iets kan dus inderdaad, die pump-and-dump dingen, die lijken dan op papier heel aantrekkelijk. Want je denkt van, hey, ik krijg een betere prijs dan op de beurs. Ja, Maar het is ja, gewoon een hoop onzin in de praktijk, wat er verkocht wordt, ja, in de letterlijk. praktijk werkt het gewoon meestal niet zo. Ja, dus de kans is gewoon überhaupt heel klein Klopt. dat een succes wordt. Ja, je Dus, hebt gewoon en te met maken. Bitcoin weet je wat je hebt. Ja, je hebt gewoon te maken met ook heel veel goede marketing in de zin van al die tokens zijn gewoon allemaal onzin. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mensen zijn die er geld aan kunnen verdienen. En als jij dan mee gaat doen in dat spelletje, is de kans groot dat ze aan jou gaan verdienen. Dus let op, en dat is op zich een goed advies, toch? Ja, en kijk altijd uit, hè, met scammails, phishingmails in je e-mail. Kijk altijd goed. Ja, over het algemeen, dat is even een algemene. Over het algemeen zijn telefoons nog altijd iets veiliger dan laptops en desktops. Over het algemeen zijn die beter dichtgetimmerd. Je kan ook prima een Maar laptop goed. hebben die je gewoon helemaal schoonhoudt natuurlijk. Ja, Er je zijn kunt ook al. een dedicated laptop gebruiken. Ja, alleen als je op Maar dat niveau kijk. zit, dan
heb je waarschijnlijk ook niet per se behoefte aan die standaard tips. Nee, is ook zo. Maar kijk inderdaad altijd goed naar de adressen die je dan invult. Of je favorieten of whatever. Het is vrij simpel of je nou een sms krijgt of een e-mail. Als iemand zegt van, hey, je moet dit en dit even doen. Of het nou bankzaken of bitcoinzaken zijn. Denk even een paar keer goed na. Bel even rond of dit wel echt is wat de bedoeling is bij degene die ze zeggen dat ze zijn. Want er komt genoeg voorbij. Ja. Zeker in van die oude e-mails die ik heb. Ik heb bijvoorbeeld in groep 7 gemaakt heb of zo, weet je wel. Helemaal vol met spam en weet ik het hoe vaak gelekt overal en ergens. En heel soms log ik daar nog in en dan krijg je mijn partijtje oplichterij door elkaar. En daar valt het dus niet, daar valt het dus op, omdat het er zoveel zijn. Maar als je gewoon een relatief schoon e-mail account hebt en af en toe komt er dan zo'n spam ding in die lijkt alsof het van de Rabobank is, dan kan je zomaar in de val trappen. Ja. Ja, je hebt ook een website, hè? Have I Been Pwned? Dus dan kun je inderdaad ook je e-mailadres intikken om te kijken wat voor databases dat terechtkomt. Ja, dan kun je schrikken. Terecht dus komen. Want bijna elke e-mail die je gebruikt om accounts mee aan te maken online, komt op een gegeven moment in ieder geval met die e-mail en dat account op straat te liggen. Ja. Dat heet Have I Been Pwned? En pwned is dan P-W-N-E-D. Ja. Ja. Dus goed, genoeg tips. We zagen ook in de DNB-lijst, de Nederlandse banklijst. De Nederlandse bank is toezichthouder op alle crypto-aanbieders die actief zijn in Nederland. We zetten ook twee nieuwe crypto-aanbieders op. Dat is Yield. Yield is gewoon Y-I-E-L-D-T uit Rotterdam. En dan heb je Quickbit uit Stockholm, Zweden. Dus dat zijn twee nieuwe partijen die in ieder geval hier in Nederland crypto's aan de man willen brengen. Ze zijn door de hoepels gesprongen. En de Yield is dan een cryptofonds. Dus dan moet je denken aan, hier, geef jou een zak met geld, gaan jullie maar lekker bitcoin en al die handelen. En alts heen en weer pingpongen. Mij niet gezien, maar het is een dienst die je wel vaker ziet. Dus blijkbaar is de vraag naar. En Quickbit is blijkbaar een broker. Ja, ik heb het ook even moeten opzoeken, want het heet officieel uit mijn hoofd QB Finance of zoiets. Dus ik moest. Maar Quickbit is eigenlijk de merknaam van het bedrijf. Oké. Okay. Ja. En dat is een crypto broker. Hè? Dus daar kun je ook gewoon je crypto's kopen. Ja, het heeft voor de goede orde. Ja, als je in Nederland. In principe, als je in Nederland je Bitcoin-dienst aan de man wil brengen, dan moet je door. De procedures van de DNB komen om dan in dat cryptoregister te komen met je bedrijf. Daarin zie je ook wat nog steeds blijft relevant, gewoon dat getouwtrek van internationale partijen die nog niet geregistreerd zijn in Nederland, maar wel gewoon Nederlandse klanten hebben. Dus dat blijft getouwtrek. Ja, het is een vrij stevig, je moet door een vrij stevig selectie. Ja, tegelijkertijd zag ik ook iets van RippleNet of zo tussen staan, toch? Hoe streng is dat dan? Ik weet niet. Nou, het is meer dat je de juiste papiertjes moet aanleveren en dan. Want het gaat volgens mij ook meer daarom dan per se al helemaal van wat je wel en niet mag aanbieden. Of zo. Klopt, ze kijken nou niet, tenminste voor zover wij kunnen inschatten, kijken ze nou niet echt van. We zien dat deze shitcoin daar wordt aangeboden. Nee, moet kijk, je eens naar die registratie kijken. Kun je natuurlijk wel te maken dat met dat futures en zo niet mogen zomaar. Andere derivaten. Klopt. Bijvoorbeeld in Europa gehad, ook in Nederland trouwens, dat Binance die zaken in ieder geval moest afbouwen voorlopig. Dus dat soort gevolgen zie je wel. Maar tegelijkertijd, Nederland is ook maar een klein landje. Als dan zo gewoon de internationale partij iets minder diensten hier aan kan bieden, vinden ze dat niet leuk. Maar tegelijkertijd zal dat hun businessmodel niet per se op de schop gooien. Nee. We zagen ook, even kijken, zullen we MicroStrategy doen? Want ik zag dat zij, ze willen ook dus meer bitcoin gaan kopen. Ook via een nieuwe, volgens mij via nieuwe financiële aandelen. Even kijken. Ja, ze hebben een overeenkomst gesloten met investeringsbank Cowen & Co. Er gaat tot $500 miljoen dollar aan aandelen. Die worden dan verkocht en met die opbrengst willen ze dus bitcoin gaan kopen, begrijp ik. Ja, er verandert dus weinig aan de plannen. Want directeur Michael en oprichter Michael Saylor heeft één stapje terug gedaan. Die is nu geen CEO meer.
En de man die eerst financieel directeur was, dus mede dat hele Bitcoin-plan heeft opgezet, die is nu CEO. En ze hebben ruim 129.000 Bitcoin verzameld sinds 2020. En daar gaan ze gewoon mee door, volgens mij. Die hele tactiek daar is gewoon, we gaan een Bitcoin-bedrijf zijn, we gaan kijken of we een software dingetje kunnen bouwen of een implementatie dingen met Lightning, weet je wel, om nog meer die Bitcoin kant op te gaan. En dat is hun tactiek, daar hebben ze voor gekozen. En dat is het eerste bedrijf uit Amerika die dat op deze manier doet. En eigenlijk in de wereld wel, voor zover we weten. Ja, ja, ik bedoel, ze zijn heel klip en klaar. Hè. Ze zeggen ook van ja, wij stappen niet af van deze Bitcoin-strategie. We gaan ook geen Bitcoin verkopen. Het enige wat ze moesten doen is wat afschrijvingen doen op hun Bitcoin-investeringen. Ja, want nou ja, die waarde is natuurlijk gezakt, hè, de afgelopen, wat is het, jaar ongeveer. Na 10 maanden. Dus daar moesten ze boekhoudkundig wel een afschrijving op doen. Maar nou ja, aan de stack is weinig veranderd. Ja, zeker. En Michael Saylor had dus ook nog te maken met een belastingontduikingszaak in Amerika. Dus dan moet hij weer wat extra juristen voor inhuren, ongetwijfeld. En ja, het zou mij echt, zeg maar, het zou voor Celi niet leuk zijn als die ten onder gaat door de Belastingdienst daar. Maar maakt mij niet zoveel uit. Het interessante vind ik vooral dat er met MicroStrategy deze kant op is gegaan. Ja. Ja, je ziet, ja goed, dit soort nieuws. Hoe zeg je dat? Het is doet niet zo heel veel met de prijs. Hè? Ik bedoel, dat, nee, dat is niet meer. Van, nee, dat doet weinig meer. We zien ook dat het de aantal zoekopdrachten op Google naar Bitcoin, dat dat ook behoorlijk sterk is afgenomen. Ja. Hè, dus dat is, even kijken, ja, we hadden behoorlijk wat opleving op de zoekterm Bitcoin kopen, buy Bitcoin. Zagen met name, zeg maar, in dat coronajaar, eigenlijk dat eerste coronajaar, hè, zagen we veel, dus als eind 2020, toen zag je natuurlijk een enorme hype, toen gingen we door dat oude record heen. Ja. Dan zaten we vrij snel op die 40.000 en eigenlijk is wat dat betreft 21 is dat behoorlijk doorgegaan tot november 21 is het eigenlijk weer verder afgezakt. Ja, dus wat je eigenlijk gewoon ziet is dat, wat jij zei, in het begin de hype is op Google en zo ook nog niet te zien hoor. Het is gewoon, wat dat betreft is ook logisch is hè, want dat weet iedereen in zijn omgeving ook. Als Bitcoin nieuwe recordprijzen doet, dan heeft iedereen het er ook weer over. Maar dat is voorlopig helemaal niet aan de hand. Nee. Bedoel, kijk, wij vinden het interessant dat Michael Saylor en MicroStrategy nog wat gaan doen. En wij vinden het ook opmerkelijk dat er die slim in crypto campagne is. Maar als jij niet elke dag of niet regelmatig bezig bent met Bitcoin, dan is er op dit moment ook niet zoveel om weer naar binnen getrokken te worden qua nieuws dan? Nee, klopt, klopt. Mensen hebben op dit moment een negatieve associatie ermee. Hè, van, en andere dingen aan de kop. Ja, ja, dus ik bedoel, wat men weet is dat Bitcoin gewoon is ingestort qua prijs. Ja. En dat de hype gewoon over is. Doe je nog wat met Bitcoin? Ja, gaat niet zo goed met de koers, dat. Ja. Maar ja, als ik eerlijk ben, hoor ik dat misschien wel, weet ik veel, 8 van de 12 maanden in het jaar, noem maar wat. Ja, hoort er ook bij. Of heb je eigenlijk wel genoeg werk? Ja, oh, dat is ook een leuke. Ja. Kan je nog wel, ja, eigenlijk wel genoeg werk. Ja. Moet je niet zoveel schrijven over Bitcoin? Moet je niet eens wat anders gaan doen. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Bij het hele, het is ook logisch, toch? Zeg maar, als je met hype cycles werkt. Wat doe je heel dag? Of met hype cycles werkt, als je daar van afhankelijk bent of dat je daarmee te maken hebt als markt, dan hoort het er ook bij dat mensen zoiets hebben van, wat is dit voor gek? Maar als het dan heel goed gaat, dan doen ze net alsof dat je een genie bent. Wat ook niet is, wat ook niet zo is. Nee. Nee, ja, dan moet je ineens al die stijgingen gaan verklaren. Ja. Van, oh, je ging ineens plotseling weer omhoog. Hoe kan dat dan? De bullish divergence. Ja. Nou ja, meer vragen aanbod. Ja, of zoiets. Goed. We gaan door met mining. Lekker minen. Nieuw record voor Bitcoin miners. We zagen inderdaad dat de hash rate is weer flink gestegen. Nou ja, goed, we zagen al dat difficulty rate
De moeilijkheidsgraad van het netwerk was ook wel behoorlijk naar boven bijgesteld. Hè? En dat is vaak een resultaat van een gestegen hashrate. Maar nu zagen we ook data van Glassnode die dat ook vandaag heeft bevestigd. Ja, hashrate zijn altijd, ik kan zeggen, hashrate is schattingen. Zeg maar de computerkracht, een hash, de computerkracht die bezig is met Bitcoin minen, even kort gezegd. Mm-hmm. En het enige wat we dus kunnen meten is eigenlijk die difficulty change vanuit het protocol. Eén keer in de 2016 bloks, ongeveer 2 weken. En die hashrate is een beetje een schatting van hoe dat dan ongeveer, hoeveel dat zou moeten zijn. Wat wel eigenlijk gewoon duidelijk is uit die cijfers is dat er gewoon voldoende partijen geïnteresseerd zijn in het minen van Bitcoin nog steeds. En die, als je nu nieuwe hardware koopt of installeert, dan ga je, wil je die ook een paar jaar laten draaien. Dus dat getuigt wel van vertrouwen in het speeltje dat Bitcoin is. Vanuit die industrie dan, hè? Kijk, met een pennenstreep, of tenminste in China hebben we gezien wat er kan gebeuren als een land zich tegen die industrie keert. Dus, ja, je weet nooit hoe het uitpakt voor die individuele miners. Maar voorlopig ziet dat er gewoon goed uit. Ja, inderdaad. Nou ja, betekent in ieder geval dat er meer geïnvesteerd wordt in mining. En dat is op zich een goed teken natuurlijk. Ja, meer weet je ook niet, hè? Want ik bedoel, als je zeg maar de hardware van 2 jaar geleden bedrijft misschien ook nog wel. En als er dan maar een beetje nu bij komt, dan ga je ook naar nieuwe hoogtes. Ja, is ook zo. Ja, je weet eigenlijk niet of er nou gewoon nieuwe machines zijn. Nee, of dat misschien is je al voor betaald. Weer aangezet. Ja. Misschien dat de bestaande machines weer aangezet worden. Inderdaad. Ja, we weten bijvoorbeeld dus dat er veel van die pre-orders zijn bij mining hardware bedrijven. Die ook pas in 2023 worden ingewilligd. Ja, maar die waren vol. Dat nieuws was ook al van in 2021 of 20, weet je wel. Moest een tijdje wachten op hun hardware en zo. Dus dat moet. Misschien gaan we daar ook nog wel iets in zien. Maar voorlopig zien we daar niks in die grafiekjes aan terug. Want ja, bijna elke industrie die niet de energieindustrie is, heeft het financieel nu. Trouwens, de energieindustrie ook. Iedereen heeft financieel heeft het moeilijk. Dus misschien gaan we dat bij miners ook nog wel zien. Maar voor jouw gebruik van Bitcoin maakt dat eigenlijk niks uit. Nee. Nee, klopt inderdaad. We hadden het overigens nog meer mining nieuws. De pooling. Pooling is een mining pool. Dat is eigenlijk een verzameling van miners. Hè, die dan samen de hash rate. Kun je zeggen dat die hashrate delen, zeg maar. Of in ieder geval, ze zetten gezamenlijk hun hashrate in om dus ook gezamenlijk die beloning te kunnen krijgen. En die vervolgens delen ze de beloning. Maar goed, pooling wallets zorgt tijdelijk alle opnames op. Dat is een wallet service van dus een van de grootste mining pools ter wereld. En nou, het schijnt dat ze in de financiële problemen zitten. Ja, je vraagt je af wat er dan precies gebeurd is. Dat is even voor mij niet helemaal duidelijk. Even nog wat zo'n mining pool dan is. Eigenlijk, als je gaat minen, ga je met je hardware gewoon heel tijd gokken. Heel tijd raden of je de juiste hash kunt vinden. Dus eigenlijk gooi je heel tijd met dobbelsteentjes. En met zo'n mining pool zeg je dan, we gaan allemaal samen die dobbelsteentjes gooien. En als één van ons het vindt, dan verdelen we naar ratio de winst. Dus dat is dan heb je veel meer, als jij gewoon bij een grote mining pool aansluit, die bijvoorbeeld 20% van de hashrate heeft, noem maar wat. 1 op de 5 blokken krijg jij dan in ieder geval een beloning. Als je dat in je eentje doet, dan ga je waarschijnlijk, dan weet je eigenlijk zeker dat je nooit een blok gaat vinden. Omdat je rekenkracht te klein is. Dus dit is met name interessant voor kleinere miners, hè? Dit soort mining pools. Ja, nou, in principe als kleinere miner moet je bijna wel. Het hoeft niet, maar dan is de kans groot dat je heel je leven mined voor niks. En dat kan ook, weet je, als jij zoiets hebt of vindt het gewoon leuk. Het is alleen als je het winstgevend wil doen, dan sluit je op een gegeven moment aan bij zo'n mining pool. En nu poolen dus dan in de financiële problemen. Ja, dat is wel een dingetje als jij daar bent aangesloten. Ja. Tegelijkertijd kun je je mining pool gewoon snel veranderen. Hè? Dus je kunt snel weer ergens anders aansluiten. Ja, nou ja, goed, ze hadden ook 4400 bitcoin naar Binance gestuurd. Dat was blijkbaar ook uit de on-chain analyse gebleken. Dus dat zegt ook alweer wat. Het is in ieder geval. Ze hebben blijkbaar liquiditeit nodig. Ja, het is in ieder geval zo'n dingetje dat dan. Mining pools zijn gewoon mensen die samenwerken en allerlei regeltjes samen opstellen om dan bitcoin te gaan minen. En daar kunnen ook dingen misgaan.
Ja, en je had het over solo miners, maar we hadden afgelopen week ook nog dat berichtje van die Bitcoin miner. Die had giga geluk en verdient $118.000 met een solo blok. Ja, dat is dan 6,25 Bitcoin. Ja. Blok reward. Blok subsidie moet ik geloof ik zeggen. En ja, dat kan, maar die kans is astronomisch klein. Ja. Ja, hij had dan even in de cijfertjes, hij had 270 terahash per seconde in te brengen. En dat is, ja, dat is vrijwel niets in die grote pool van hashrate die natuurlijk het netwerk heeft. Dat zit rond de ruim 225 extra hash per seconde. Ja, nou in ieder geval dus goed voor... Vele duizenden keer meer inderdaad. Goed voor degene die dat gelukt is. Maar het is geen model waarvan je kunt zeggen van, nou, als ik mijn miners 5 jaar laat draaien, kan ik daarna mijn huis afbetalen. Zo werkt dat niet. Als je het in je eentje doet, zeker niet. Nee, nee. Nee. Nou ja, het lijkt me nog steeds best wel leuk om gewoon zo'n ergens... in Nederland is dat niet haalbaar, hè, om een paar miners te kopen en gewoon te laten draaien. Nou, kan wel. Je moet alleen wel rekening mee houden dat het duurder is dan je Bitcoin kopen bij een beurs of broker. Maar ja, met mijnen heb je dan weer allerlei andere voordeeltjes, dat het anoniemer is enzovoorts. Maar ja, als je bij jou in de schuur zo'n ding neerzet, het is ook wel gewoon brandgevaarlijk. We hebben ook wel eens van die horrorverhalen gehad van mensen die dan zichzelf hadden geëlektrocuteerd. Weet je wel, die wilden zijn Bitcoin miners redden ergens in de kelder en toen was het klaar. Dus ja, ik wil alleen maar zeggen, van het blijft elektra. Maar ja, laat je vooral niet tegenhouden als je budget over hebt voor een leuke hobby. Nou, je hebt ook gewoon datacenters waar je natuurlijk gewoon een paar apparaten kunt laten draaien. Ja, dat kan draaien. Ja, maar goed. Geen idee of dat interessant is. Maar inderdaad, in Nederland is de energie behoorlijk hoog qua prijs. En het wordt alleen maar hoger. We hebben ook Hodlonaut en Craig Wright. Dat is een... Het zijn eigenlijk twee rechtszaken, maar deze week start dus een rechtszaak in Noorwegen. Dat is het land waar Hodlonaut, niet te verwarren met Hodlonaut, want dat is een cryptobedrijf. Maar Hodlonaut, dat is een Twitter-influencer. Nou, waar gaat het over? Hodlonaut is dus aangeklaagd door Craig Wright. Hè? Omdat hij had, Craig Wright had hij een fraudeur genoemd en een oplichter. Volgens... Craig Wright claimt dus de bedenker van Bitcoin te zijn, Satoshi Nakamoto. Maar goed, volgens Hodlonaut is dat complete onzin. En nu heeft dus Craig Wright, loopt er dus deze rechtszaak. Het loopt natuurlijk behoorlijk in de financiële papieren. Vandaar dat er ook afgelopen weken is er ook een fundraise geweest om geld op te halen voor deze rechtszaak. Ja, ik weet niet precies wat er... Nou, ja, ik heb een beetje wat over gelezen. Ze zijn allebei geen juristen, maar eerst is die zaak in Noorwegen. Dat is gewoon zo'n lasterzaak ook. En in Groot-Brittannië loopt er dus ook nog één. En vooral in Groot-Brittannië is het zo vreemd dat je daar de situatie hebt dat dat Hodler nou uiteindelijk moet bewijzen dat het geen laster was. In plaats van andersom. Ja, heel bizar. En die Wright is een gozer die... of dat nou van zichzelf is of van allerlei financierders, gewoon de budgetten heeft om mensen in kort in ieder geval het leven zuur te maken. Kijk, tot nu toe valt er weinig eer aan te behalen voor die gozer. Maar als jij gewoon met je gezinnetje, je hebt een leuk online persona in de wereld van Bitcoin en je zit een beetje te klooien op Twitter. En dan staat er ineens iemand voor je deur met twee van zulke rechtszaken. Ik kan me voorstellen dat die schijnt ook gewoon een gezin en kinderen te hebben, dat flink... stress oplevert op zijn minst. Ja. Ik zie je wel in een artikel... het komt ook bij ons op de website... maar ik zie je in ieder geval bij Coindesk ook. Hè? Dus mocht Hodlonaut deze zaak winnen in Noorwegen... dan is het voor Craig Wright ook heel moeilijk... om die tweede zaak zeg maar voor het gerecht te dagen. Nou, laten we daarop hopen. Want ik heb echt zoiets van... zeg maar, als jij... claimt Satoshi Nakamoto te zijn en je hebt nog steeds geen gewoon echt bewijs geleverd. Als iemand dan op Twitter wat roept over dat je een oplichter bent. That's it. Dat is wat er gebeurd is. Het is toch bizar dat het is ook wel logisch, want het systeem is ook een beetje zo gebouwd natuurlijk. Dat je, als je genoeg budget hebt, dat je de kleine man kapot kan, moet je dat zeggen? Met rechtszaken kapot kan maken. Ja.
Want andersom is dat een stukje lastiger. Destijds, dat weet ik nog wel inderdaad, destijds had dat, want dit speelde rond april 2019, dus inmiddels alweer ruim 3,5 jaar geleden. Dus moet je nagaan hoe lang dit duurt. Ja. En toen was inderdaad ook wel dat het gevolg dat bijvoorbeeld Binance, Bitcoin Satoshi Vision, BSV, had gedelist van Binance. Oh ja, dat is waar, ja. En Kraken ook. Dus zeg maar de belangrijke handelsplatformen, die hebben toen inderdaad dat gedelist. Maar ja, goed, hij heeft ook bijvoorbeeld tegen Peter McCormack verloren, hè? Craig Wright. Oh, hij had gewonnen. Hij kreeg toch 1 pond als schadevergoeding. Maar dat was toch voor mij een soort van... wat ik van die rechtszaak begrepen is dat de rechter eigenlijk zei van... Wright heeft gewoon gelogen in allerlei documentatie. Maar pin me er niet op vast. Ben geen expert. Maar dit en dat is een zo. Er is er eigenlijk iets uitgekomen waar Wright kan dat dan claimen als overwinning. Maar uiteindelijk is het afgekocht met 1 pond. Dus heeft hij echt niet gewonnen in de praktijk. Ja. Ja, the judge awarded Wright only nominal damages of 1 British pound. Ja, geen idee hoe dat precies zit. Maar of dat nou winst of verlies is qua de exacte regels. Voor mij is dat in ieder geval geen overwinning als jij iemand... kapot probeert te maken met je bullshit. Nee. Nou ja, hopelijk dat... Nou, laten we hopen dat Hollenauten er zonder kleerscheur van afkomt. En dat hij gewoon... dat de Noorse rechter gerechtigheid spreekt. En dat Craig Wright ook gewoon kapt met dit soort... dit soort rechtszaken. Kun je rekenen? Ja. Reken er maar niet op. Nee, precies. Dus... Anyways, we hadden nog een rechtszaak van een misdaad dingetje van Dr. Bitcoin. Bitcoin. Ja. Ja. Moet ik even uitleggen. Dat gaat over Mark Hopkins. Dat is een. Hij kwam via een vriend vroeg in contact met Bitcoin. Hij was gewoon een dokter en iemand. Mm-hmm. Hij wilde zijn deel van zijn rekening betalen naar een etentje, geloof ik, met Bitcoin. En toen had hij een laptop bij de hand, dus had hij de software gedownload en zo. Toen is eigenlijk zijn reis begonnen in dat Bitcoin wereldje. Toen heeft hij ook een online persona gemaakt, Dr. Bitcoin, met gewoon informatie over Bitcoin. En in die tijd was dat er nog niet zoveel. Kijk, nu heb je elk zoekwoord wat je rondom Bitcoin of crypto intikt, krijg je tal van hits op Google om erover te lezen. Het zal heus nu allemaal kloppen, maar er is in ieder geval heel veel. En in het begin was dat natuurlijk minder. Hij is toen begonnen met Bitcoin minen. En toen heeft hij eigenlijk fouten gemaakt in de zin van, in de ogen van de recht... bank, want hij moet 6 tot 15 maanden de cel in, heeft hij Bitcoin verkocht zonder de juiste papieren. Heel basic. Oké. En op zich, ik denk als je gewoon aan een paar vrienden wat verpatst hebt in die tijd, dat je niet zo snel in zo'n zaak belandt. Maar goed, dat weet ik ook niet. Hij was ook een van die transacties, of een paar van die transacties gingen blijkbaar naar iemand die dan weer eigenlijk werd opgelicht door zo'n Nigeriaanse loterij. Ja, het is een... Het is een lang verhaal, maar in feite kwam het erop neer dat toen de alarmbellen afgingen door die geldstromen. En het frappante eraan is dat die Hopkins, dus Dr. Bitcoin, aangeeft van ja, ik heb gewoon aan die mevrouw uitgelegd hoe Bitcoin werkt en hoe je het veilig kunt doen en hoe je kunt zorgen dat je niet met een bank in de problemen komt. Maar zij bleek dus dat geld door te sturen naar mensen waar Amerika zoiets van heeft, dat is niet de bedoeling. Dus daar zijn eigenlijk een soort van alarmbellen afgegaan. En ja, uiteindelijk komt het erop neer, dat tweet hij zelf ook, van ik moet nu 6 tot 15 maanden de gevangenis in om voor de crime of selling my bitcoin. Ja. Dus hij had niet de juiste papieren om bitcoin te verkopen in combinatie met al dan niet bewezen contacten met oplichters van een of andere scamloterij. En dat komt er nu duur te staan. Ja, ook weer een bizar verhaal. Hè? Dat is eigenlijk peer-to-peer bitcoin selling, waar die nu door tegen de lamp aanloopt. Ja, kijk, en dit is zijn verhaal. En ik ben het ook niet mee eens als hij wel wist van deze zaak, of dat hij eigenlijk met de oplichters te maken had. Dan hoort hij ook niet de bak in te gaan voor het verkopen van bitcoin, in mijn optiek. Maar dat weet je natuurlijk niet zeker, want dit is zijn kant van het verhaal. Kijk, als hij een soort van de kingpin was in een heel
witwasgeldstroomsysteem, dan kan je erop wachten dat er op een gegeven moment iemand voor je deur staat. Maar daar lijkt het vanaf hier voor mij in ieder geval niet op. Ja, ja. Dus ik weet niet, het is meer een voorbeeld van, joh, kijk, bij Bitcoin kan je transacties doen zoveel je wil. Maar er kunnen gevolgen zijn in de echte wereld. Ja, ja, het was ook weer een hele andere tijd. Hè? Dus, dat speelde ook wel weer een beetje in die tijdsgeest. Ja, alleen het wrange is natuurlijk dat mensen die worden berecht volgens de kennis van nu. Hè? Ook volgens de regels van nu. Maar destijds... 2011 hebben we het over. Hè? Toen begon hij met Bitcoin. Ja, toen was alles nog eigenlijk gewoon een soort echt een soort vrije markt. Er waren ook gewoon geen regels. En dat maakt het wel altijd heel wrang, vind ik. Ik vind het wel echt wel pittig, hoor. Want zo van of hier klinkt het misschien grappig, maar het is gewoon iemand zijn leven is gewoon helemaal naar de kloten. Zeker als het dus echt gewoon is geweest dat hij gewoon Bitcoin heeft verkocht, fysiek. Hij gaf zelf aan dat hij dat ook vooral deed om mensen te ontmoeten. Want als jij in het begin met Bitcoin bezig was, was het echt niet zo dat je even een Telegram groepje in kon en met duizenden mensen kon praten over Bitcoin. Nee. Ja, dus een treurig verhaal. Ja. En een reminder van opletten wat je doet. Want ook achteraf, jaren later, kunnen ze je gewoon pakken. Ja, ja, inderdaad. Dus nou ja, goed. Voor de crime of selling Bitcoin. Ja. Goed, hij is te vinden op Twitter, Rizzen. Dus dat is R-I-Z-Z-N. Daar kun je eigenlijk heel veel vinden over zijn avonturen, tussen haakjes. En... nou ja, goed, het komt natuurlijk een beetje in de buurt, ja, of in de buurt in ieder geval. Je hebt natuurlijk ook Ross Ulbricht, die ook nog steeds achter slot en grendel zit. Ja, volgens mij 4 keer levenslang of zo. Ja, is dat wel een heel ander verhaal. Dat ging natuurlijk over de Silk Road. Dat is een heel ander verhaal, maar goed, ja. Ja, dat, eens voor de crime of starting een marktplaats. Staat ook wel, ja, in die zaak zijn ook allerlei dingen genoemd of... Ik ben huurmoordenaars en zo, of hij dat nou wel of niet gedaan had, dat weet ik allemaal niet. Maar feit is in ieder geval dat hij, weet ik het hoe lang, 2-3 keer zijn leven in solitary confinement, hè, moet zitten. Tja. En stiekem was de Silk Road een van de plekken waar Bitcoin echt als betaalmiddel werd gebruikt voor het eerst grootschalig. Grotenschalig. Ja. Want ik ken best wel een paar mensen die niks met Bitcoin hebben, maar die er regelmatig toen de tijd dingen gekocht hebben op die Silk Road met Bitcoin. Want dat was de enige manier hoe ze dan konden betalen. Ja, nee, inderdaad. Is je trouwens dat op Silk Road... Want het heeft natuurlijk de naam voor wapens en drugs en zo. Dat de meest verkochte dingen op Silk Road waren boeken. Oké, okay. Oh, dat wist ik ook niet. Nee. Ik dacht ook gewoon medicijnen of zo. Dus, ja, dat zou er ook wel bij horen, inderdaad. Nee, het is meer... Ik weet het niet, ja, trouwens. Het is meer van... Het was niet alleen maar... drugs en wapens, je kon er ook gewoon vrij handelen in whatever. En dat heeft heel veel mensen ook nu hun leven gekost. Dan wel door de gevangenis, dan wel door andere zaken. Dat was eigenlijk de voorloper van bol.com. Dat was eigenlijk... Nou nee, niet bepaald. Meer een soort van tussenweg. Nou goed, laten we het maar... Het is meer... Het was een belangrijk onderdeel van de Bitcoin geschiedenis. Mensen die gewoon met Bitcoin gingen betalen en het verkochten. Ja. Een soort Mad Max upgrade van bol.com. Sure. Heb je het nieuwste boek van Sevdien Amous al gelezen? Ik niet. Dit keer is het de Nederlandse Bitcoin boekvertaling van de Fiat standaard. In navolging van de populaire de Bitcoin standaard kun je nu ook leren over fiat geld in je leest de het als een, Fiat standaard. Je leest het als een advertentie, maar ons alle Arnold heeft meegewerkt aan de vertaling. En het gaat dus. Ik heb hem ook nog niet gelezen. Maar het gaat over, je hebt de Bitcoin standaard van Sevdien Amous. Mm-hmm. En de Fiat standaard is eigenlijk een beetje tegenovergestelde van hoe het geld wat we nu hebben en het vertrouwen wat je erin moet hebben voordat het überhaupt werkt enzovoorts. Wat voor gevolgen dat heeft voor de samenleving. Ja, ze hebben het ook heel erg moeilijk gemaakt. Hè? Het is zo complex en ik bedoel, het gaat nu heel erg over energie. Nou, dat is echt fucking moeilijk al om dat te begrijpen. Laat staan het geldstelsel. Ja, maar geen probleem. Ik zag dat de Europese Centrale Bank mee ging helpen om de energiecrisis op te lossen. Die gaan naast euro's in de markt strooien, gaan ze ook nog energie printen. Dus dat wordt leuk. Nou, we gaan het meemaken. Dus goed, dus in ieder geval kun je bij Consensus Netwerk dit boek bestellen. En dat kan ook via een kortingscode van
Starnold, dus ST en dan een 4R en dan Nold van Arnold Hubach, onze redacteur. Dat hebben we dan ook afgehandeld. En even kijken. Nou, je hebt de ECB heb je ook genoemd. Natuurlijk de rente is met 75 basispunten ook verhoogd. En we hebben de komende... Deze week hebben we ook nog consumentenindexcijfers uit Amerika. En de week daarna hebben we nog een belangrijke FOMC-vergadering van de Federal Reserve. Dus wie weet dat... Dan ligt het lot van de financiële wereld weer in handen van een paar mensen die wat gaan roepen op een podium. Jerome Powell onder andere. En dus ik zou zeggen, hou bitcoinmagazine.nl in de gaten. Ik had nog één verhaaltje... We hebben het vaak over grote bedrijven en mensen met geld die gewoon lekker bitcoin willen sparen en zo. Maar dat was uit New York. En dat is een initiatief van Jay-Z en Jack Dorsey. Die hadden de Bitcoin Academy gestart in het Amerikaanse Brooklyn. En dan specifiek voor een voor Marcy Houses. Dat is dan een woningbouwproject daar. En daar werden allerlei gratis bitcoin cursussen uitgedeeld of gegeven, moet ik zeggen. In combinatie met zaken als kinderopvang en dat soort en financiële lessen wilden ze die groep mensen eigenlijk een beetje een kickstart geven. En het opmerkelijke aan dat verhaal vond ik eigenlijk in de laatste dag, elke aanwezige, die kwamen allemaal uit die uit het woningbouwproject. Die kregen allemaal $1,000 aan bitcoin. Mm-hmm. Of $1,000 aan bitcoin. Wow. Om de dag mee af te sluiten, zeg maar. En ik vond het wel opmerkelijk. Het is gewoon een opmerkelijk initiatief. Omdat het dus van Jay-Z en Jack Dorsey samen is. En wat zij eigenlijk zeggen, wat daar een beetje naar voren komt. Ook van een van de docenten. Die geeft eigenlijk aan van het is niet dat mensen die informatie niet aan mensen hier in Brooklyn willen geven. Van hoe je met wealthbuilding omgaat. En bitcoin en belastingen. En scammers ontwijken en zo. Maar de informatie bereikt gewoon deze mensen niet. Kijk, dit is dan gefinancierd door letterlijk miljardairs. Maar je ziet natuurlijk op hele kleine schaal overal ter wereld kleine bitcoin cursussen opgezet worden om mensen, waarver dat dan ook ter wereld is, te leren over hoe je het kunt gebruiken. Ja. En hier is dan met goede financiële backing, maar je hebt Arnold is overal nergens op de wereld en die komt ze overal tegen, bitcoin cursussen. Ja. Nou ja, je hebt inderdaad op bitcoinfocus.nl heb je dus verhalen over... we hadden een verhaal over mensen in Honduras. We hebben verhalen in mensen in El Salvador. Hij zit nu in Azië inderdaad. En daar heb je natuurlijk ook weer andere ervaringen met fiat valuta. Mensen zijn gewoon ook slachtoffer van hun het systeem wat er geldt. Hè? Dus het fiat geld, moet ik zeggen. Ja. En bitcoin kan dan echt een alternatief zijn. Ja, het is ook vooral voor het ontvangen van geld. Ja, het is ook wel logisch dat daar die info minder snel komt. Allereerst hebben mensen waarschijnlijk drukker dan wij. We hebben wat meer vrije tijd, omdat we niet constant hoeven te overleven. En daarnaast heb je te maken met bijvoorbeeld de marketing. Is niet gericht op mensen die niet veel te besteden hebben, gewoon in de wereld van bitcoin. Wel vanuit de ground-up, zeg maar, vanuit de onderkant. Mensen praten graag met elkaar over bitcoin, constant eigenlijk. Het liefst, en mensen helpen elkaar wel graag, vind ik, in de community. Maar de marketing van bovenaf, dus van normaal van Jay-Z en Jack Dorsey, is normaal niet hierop gericht. Want Jack Dorsey heeft ook de Cash App. Nou, dan heeft hij het liefst dat jij een paar miljoen per jaar te besteden hebt aan bitcoin natuurlijk. Ja. Ik denk dat Jay-Z wel klant is. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En wel een opmerkelijke naam, vind ik, Jay-Z erbij. Maar dat is wel een tijdje gaan, want die hebben ook zo'n project in Afrika samen. Ja. Hetzelfde idee, maar dan financieren zij vanuit een bepaalde foundation, geloof ik, weer educators in Afrika. Ja, dus we kunnen fantaseren over Beyoncé, die ook een bitcoiner is. En naar een bitcoin meetup komt. Ja, bitcoin. Daar kunnen we over fantaseren. Bitcoin is voor Beyoncé en vijanden, Wessel. Dus moet kunnen. Daarom. ik zou zeggen, mooi einde. Goed dat je nog even dat onder de aandacht brengt. Want bitcoin is voor iedereen. Voor arm en rijk. En ik zou zeggen, ga naar bitcoinmagazine.nl voor het laatste nieuws. Ga naar de socials. Telegram, Facebook, Twitter. Ja. En dan hebben we nog bitcoinfocus.nl. Dat is voor meer achtergrond, meer uitdiepende verhalen, kun je zeggen. Elke dinsdag, donderdag en vrijdag kun je daar
een nieuwsbrief lezen over Bitcoin. Yes, go check it out. En vergeet Hub Bitcoin, deze podcast, niet te volgen op je waarver je luistert. Thanks voor het luisteren en tot volgende week. Later. Doei doei.